Goedemorgen. Ik was al vroeg wakker vandaag, maar het gaat wel goed. Ik heb nu twee logees. De een is mijn zus en de andere is mijn tante. Ik ken haar wel, zo vaak in de vlog geweest. Die is nu nog buiten. We zijn nog altijd bezig met het geheim project. Dus ja, ik ben nog altijd aan het herstellen trouwens. Dus wat doet sowieso nog een maand. Maar het is wel leuk eigenlijk om te weten dat we toch een beetje mensen rond je heen hebben. Want het is natuurlijk super stil als je natuurlijk niet zo heel veel kunt doen. Maar ik ben heel blij. Normaal zou ik vandaag naar de K3 show gaan. Maar wegens mijn herstel gaat dat niet. Maar ik heb wel een tekstje geplaatst om toch een beetje Klaasje te bedanken voor alles wat zij toch de komende tijd heeft gedaan met K3 en wat ze nog gaat doen natuurlijk. Sowieso ga ik die wel nog ontmoeten, daar ben ik zeker van. De konijnen zitten nog in een bakje, daar in het bakje. Dus zie je, daar zitten ze dan in het bakje. Die kunnen er momenteel niet uit, omdat Boef ook mee is. Dat is een hond van mijn tante Silke. Daarom zitten ze nu eigenlijk in het bakje. Maar dat op zich niet zo erg eigenlijk. Ze hebben de komende tijd goed kunnen rondwandelen. Want gisteren hebben ze heel de nacht rondgewandeld. Maar dat komt in de toekomst natuurlijk wel goed. Maar nu momenteel gaat dat nog niet. Ook omdat, ja, je wilt natuurlijk ook niet die beestjes gewond raken. Hè? Niet dat Poef er iets gaat aan doen. Niet verkeerd begrepen mensen. Maar gewoon aan. En ook omdat we hier nog heel veel werk hebben. En dus daar bedoel ik eigenlijk een beetje mee. Voor hun eigen veiligheid zitten ze nu in een kotje. Dus ik neem nog altijd Dalfagan in voor de pijn. De pijn valt redelijk mee. Maar het is wel leuk eigenlijk. Om nu te zien dat het eigenlijk wel leuk is dat er mensen zijn rond u. Omdat je dan toch... Ja, je hebt een beetje praten en zo. En dat vind ik al tof eigenlijk. En daar gaat het eigenlijk hè, om een beetje te kunnen praten eigenlijk met mensen. Want anders praat ik alleen maar tegen jullie. Ja, dat is niet zo... Eet jij tomaatjes? Nee. Eén salletje om ander twee op ze. Eén. Kijk, het is een beetje, eigenlijk al een beetje zo, omdat ik dat ooit heb gezien, hè. Op de televisie. Nee. Dat zijn mooi oranje, de kaas. Het is nog nooit zo oranje geweest. Dan zien we jou eens koken. Hè? We wachten tot de oven warm is. Ik heb er net zo lekker gegeten. Het was echt super lekker. Het was echt lekker toasty. Het was echt super lekker. Echt een aanrader om iets te maken met kip. We zullen dat binnenkort ook wel eens een keertje op TikTok zetten. En echt een review van maken. Maar dat heb ik nu niet gedaan. Veel valt er niet te doen. Zij is aan het schilderen. In de kleine kamer. En ja, ik ben gewoon heel de televisie aan het afkijken. Eigenlijk ben ik nu naar je muziek aan het kijken. Dat je kan zien. De muziek. Mee ben ik eigenlijk niet aan het doen. Zij is nu buiten. Dus, zullen we eens gaan kijken hoe het eruit ziet, namelijk al. Dus toch naar de winkel. Stiekem gaan kijken. Okay. Kijk. Het plafond is helemaal gedaan, mensen. Allemaal wit.
is ook ruimer, want toen ik hier de eerste keer... Wacht, sommige mensen heb ik te laat vlog. De eerste keer dat ik hier stond, dat weet ik nog. Dan was het hier ook veel lichter. Toen was het hier ook donker. En dat was heel veel licht, omdat we hebben hier geen licht namelijk. Dat je ook kunt zien, we hebben hier geen licht. En dat gaf ook wel heel veel licht binnen eigenlijk meteen. En dat was wel cool eigenlijk. Dus ik ben wel blij. Eigenlijk, met de kleur. Ja, binnenkort ga ik natuurlijk allemaal wel weten wat er aan de hand is, maar ik ga het nu niet allemaal vertellen. Ook omdat het zo spannend is en dat is ook wel leuk om, jullie zo in de spanning te houden eigenlijk. Hè? Dus ja, dat is een beetje de bedoeling, hè? Van alles. Dus, maar ik vind het wel mooi. Dus ja, het zal trots wel op zijn. Goed. Ik zie die hier passeren straks, dus ik heb hier een raam, ik kan dat zien. Dus heel tof. Kijk, het is al veel meer geschilderd nu. Nu zie je echt dat het begint zo echt wit te worden nu, hè. Mm-hmm. Het witte laag is beter, hè. Je ziet dat ook, hè. Maar het is echt, ik vind het eigenlijk nu ook al zo mooi aan het worden. Ik ben echt wel trots op. En ben je nu ook trots? Ja, nog niet 100%, maar... 95. Dan, nee, nog niet. Hoeveel dan? Laten we zeggen... 70%. Dat is al iets, hè? Ja, we zitten boven de helft, is het zo? Ja, dat is beter dan soms mijn rapport. Oké. Wat is er weer van? Ik ga het niet weer een keer herhalen. En is dat gemakkelijk om daarboven te schilderen? Ja, dat valt wel mee. Ja. Maar je hebt misschien geen hoogtevrees, hè? Nee. Pas op, je moet ook niet op 20 meter. Dan wil ik misschien wel een beetje geven. Alhoewel, wat me zie, veel helder is. Je bent wel al veel gedaan ondertussen, hè? Ja, hè? Maar het is echt al een groot verschil. Ja, maar het is nog niet 100% gedekt, hè? Nee, dat zie je ook een beetje, maar het is wel wat meer wit. Ja, het is, dat is niet probleem, dat is kaka. Ja, misschien toch met een archiefverfje erover. Maar kom maar, oké. Sowieso. Kom, oké. Maar het is toch al beter. Ja, hè? En welke kleur is nu het moeilijkste? De groene kant, de blauwe kant of de gele kant? Ik voorzie ervan dat de groen ook zo moeilijk dekt. Dat ligt groen. Het dekt eigenlijk allemaal. Dat is gewoon stil, omdat dat je ook wat zucht in dan, hè? Daarom. Ja, ik weet dat allemaal niet zo goed, hè. Niet eens het verschil. Maar, ja, jij kent er beter van, hè. Het is wel al beter eigenlijk, hè. Je ziet eigenlijk wat het moet zijn van kleur, hè. Dat wel. Dus dat shit is... Maar ik vind het wel mooi.